Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, beste broeders en zusters in El Islam. Speciaal in de aanloop van de maand van Ramadan heb ik een serie gemaakt omwille van Allah Azawajal. Een Ramadan-serie. Bedoeld als training. Een training die je heel de maand kan volhouden en die je dan de rest van het jaar kan voortzetten, inshallah. Deze video is de derde episode uit deze Ramadan-serie. 1 maand met volledige correcte hijab. 1 maand met volledige correcte hijab. Beste broeders en zusters, de maand van Ramadan is een uitstekende maand om te stoppen met verkeerde daden en het starten met goede daden. Het starten van het dragen van de hoofddoek en de kledij die Allah van ons vraagt. Zowel voor broeders als voor zusters. Niet enkel het dragen van de hijab in de moskeeën, of als je bijvoorbeeld naar een lezing of een islamitische les gaat, maar elke keer als jij de straat op gaat. Het dragen van hijab is een van de vele verplichtingen binnen el islam. Om 2 hoofdredenen. Ten eerste ter bescherming van de vrouwen. En ten tweede zodat onze vrouwen worden herkend als moslimmen. Maar tegenwoordig worden deze 2 redenen juist weerlegd door sommige moslimvrouwen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik kan mezelf wel beschermen. Ik heb geen bescherming nodig. In het Westen loopt elke vrouw onbedekt en die worden ook niet verkracht. En ik zie niet in hoe zo'n lapje stof mij kan beschermen. Als ze me willen lastigvallen, dan zullen ze doen of ik nu hijab draag of niet. Subhanallah. En ten tweede, dat ze herkend worden, dan zeggen sommige zusters, ik wil net niet herkend worden als moslima. Het brengt alleen maar problemen, minder kansen, het is onveilig en daarbij, mijn geloof is privé en ik wil niet bezien worden als een vrouw die onderdrukt wordt, ik studeer, ik ben onafhankelijk. Nu, als we eens naar deze 2 weerleggingen kijken, dan valt er 1 zaak op, het woord ik. Ik wil dit of dat niet, ik ben van dit of dat niet overtuigd, ik geloof dit of dat niet. En beste broeders en zusters, wij vergeten in deze individualistische maatschappij dat wij in een gemeenschap leven. We zijn 1 umma. Alles wat wij doen of niet doen, heeft zijn effect op de umma. Veel broeders en zusters bekijken de wereld door de roze bril die de niet-gelovigen ons bij alles en nog wat voorhouden. En ze denken, als niemand ziet dat ik moslim ben of moslimouders heb, dan hoor ik erbij. Dan word ik aanvaard. Dan word ik niet voor dom of onder druk beschouwd. En de niet-gelovigen hebben 1001 trucs om ons aan hun kant te krijgen. En ze zeggen, oh, je mag je geloof houden, je mag je geloof behouden, maar doet die hijab af, doet die baard af. Die hijab is een symbool van vrouwonderdrukking. En dan de ouders. Hoeveel zusters heb ik al niet horen zeggen, mijn ouders wilden dat ik studeerde, mijn vader heeft iedereen in ons gezin dezelfde kansen gegeven, zowel de zonen als de dochters. Iedereen van ons mocht studeren, mijn moeder werkte ook, enzovoort. Mijn ouders hebben me een moderne opvoeding gegeven. En de meesten zeggen dit met een zweem van trots. Maar weinig hebben door dat hun ouders in dezelfde val zijn gelopen als zoveel nu ook doen. Hun focus lag op de focus die de westerse landen als focus hadden. Namelijk materiële welvaart, kapitalisme, liberalisme, het behalen van diploma's, status, mannen en vrouwen zijn gelijk. Zij groeiden op, en mannen en vrouwen zijn gelijk en zij willen vrijheid. En ze groeiden op in een moderne, liberale, rationele sfeer. Waar islam iets is geworden, dat dient aangepast te worden. Zo denken die ouders en zo voeden zij hun kinderen op. En hijab hoort daar niet bij. En dit komt vooral door de Franse en Engelse inmenging. Deze ouders hebben, in hun blindelings navolgen van wat het Westen hen voorkoude, islam uit het oog verloren,
Hun vertrouwen in Koran en Sunna zit vol met twijfels en achterdocht. Als jij in die sfeer bent opgegroeid, dan kan het goed zijn dat je iemand bent die zegt dat de hijab voor jou niet hoeft. Of je zegt misschien dat het niet verplicht is. In Surah An-Nur, ayat 31, zegt Allah de Verhevene en zegt tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen tegen onwettige seksuele handelingen en hun versieringen niet te tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En dat zij hun sluiers over hun jujub, dus hals- en borstkassen, laten vallen en hun versieringen niet tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders en grootvaders of de vaders en grootvaders van hun echtgenoten of hun zonen en kleinzonen of de zonen en kleinzonen van hun echtgenoten of hun broers en stiefbroers of de zonen en kleinzonen van hun broers of de zonen en kleinzonen van hun zussen of hun vrouwen of wat hun rechterhand bezitten, of de helpers onder de mannen zonder seksuele begeerte, of de kinderen, degene die geen acht slaan aan de aurat van de vrouwen, en laat hen niet met hun voeten stampen, waardoor hetgeen zij verbergen van hun versieringen gekend wordt. En toon allemaal berouw tegenover Allah, o gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala noemt dat allemaal op. Dat heeft zijn reden. En Allah gaat verder in dezelfde surah, in ayat 60, en wat betreft de oude vrouwen die niet verlangen te trouwen, rust op hen dan geen zonde als zij hun overkleding neerleggen zonder versieringen te tonen, maar dat zij zich daarvan onthouden is beter voor hen. En Allah is alhorend, alwetend. Dus zelfs oude vrouwen wordt aangeraden om zich volledig te bedekken. En in surah 33 ayat 59 zegt Allah, O Mohammed, zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun jalabib over zich heen te dragen. Dit is gepaster, zodat zij onderscheiden worden en niet lastiggevallen worden. En Allah is vergevingsgezind, barmachtig. Dus er staat, zodat zij onderscheiden worden. Van wie? Van de niet-moslims. Van de niet-gelovigen. Maar sommige zusters doen er alles aan om zoveel mogelijk op de niet-moslims te lijken. In alle opzichten. En als zij dan lastiggevallen worden door vreemde mannen, dan zien zij dit als een compliment, als een soort verovering. Het streelt hun ego, ze hebben aandacht gekregen, hun dag is goed. Subhanallah. En een van de meest gebruikte excuses om geen hijab te dragen zijn, en ik ga nu al zeggen dat bij al die excuses er één ding gemeen is, ze steken de schuld op anderen. Het is dus niet hun schuld dat zij geen hijab dragen, maar het ligt aan anderen of aan de situatie enzovoort. Dus ik ga enkele voorbeelden geven van excuses die heel veel worden gebruikt door sommige zusters. Bijvoorbeeld, ik ben nog niet overtuigd van de noodzaak ervan. Van een noodzaak om een hijab te dragen. Ik ben er nog niet van overtuigd. Dus je steekt het op de anderen en het gebrek aan kennis dat er zogezegd is, te weinig is rond de hijab. Je hebt te weinig kennis erover. Er is te weinig kennis voorhanden. Geen kennis dat jou kan overtuigen. Dus je draagt het niet, want je bent niet overtuigd. Moest je overtuigd geraken, dan zou je het dragen. Maar wat ze ook brengen als bewijzen, je geraakt nooit overtuigd. Dus het is een excuus. Een volgende excuus is, ik sta wel achter het dragen van islamitische kledij, maar mijn moeder wil niet dat ik het draag en als ik haar ongehoorzaam ben, dan eindig ik in het helle vuur. Nu steek je het op je moeder en je misbruikt een ayat uit de Koran om dit te rechtvaardigen. Een volgende excuus. Mijn werk staat het niet toe om mij te houden aan de islamitische kledijvoorschriften. Nu steek je het op je werk. En natuurlijk, er is werk dat verbiedt voor vrouwen om een hijab, om een hoofddoek aan te doen. Hè? Maar dan zie je dat dezezelfde zusters die dit excuus gebruiken, buiten hun werk ook geen hijab dragen. Ook hun haar loslaten, make-up dragen, spannende broeken dragen en
ja, korte truitjes, korte jasjes enzovoort. Dus het is een excuus. Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo is, maar bij velen. En dan een volgende excuus. Ik ben bang dat ik die hijab weer zal afdoen. Ik heb zoveel anderen hetzelfde zien doen. Nu steken ze het dus op de anderen. Dus de anderen die hebben het ook geprobeerd en die zijn er ook mee gestopt. Ze houden het niet vol. Ze kunnen het niet. Het is veel te moeilijk. Waarom zou ik het dan kunnen? Dus ik begin daar niet aan. Dit is dus weer een excuus. Dan een volgende excuus. Als ik de hijab draag, dan zal niemand met mij willen trouwen. Tot die tijd zal ik dus geen hijab dragen. Dus hier is het de schuld van de mannen. Die flirten, die jagen en alleen maar naar het uiterlijk kijken. En het is ook de schuld van de islam, want door die moeilijke kledingvoorschriften raak je dus niet getrouwd. Subhanallah. Terwijl dat er heel veel vrome, praktische broeders zijn die zo graag zouden willen trouwen met een praktiserende zuster die correct gekleed is. En dan een volgende excuus. Als Allah de vrouwen zo mooi heeft gemaakt, waarom dienen zij zich dan te bedekken? Hier sleur je er Allah bij. De schepper, de almachtige, de alwetende, de alhorende, de alziende. Deze uitspraak getuigt van weinig respect of weinig vrees voor Allah azawajal. Deze uitspraak getuigt dat jij geen kennis hebt opgedaan. Want dan zou jij weten dat Allah de vrouwen vraagt om hun schoonheid net te bedekken. Dus te bedekken. Een volgende excuus. Ik weet dat de hijab verplicht is, maar ik zal het pas gaan dragen als Allah mij leidt om dat te doen. Hier steek je het op Allah. Je legt de verantwoordelijkheid dat jij geen hijab draagt bij hem, want hij heeft je nog niet geleid. Je zegt, ik kan er niks aan doen, ik wacht nog op leiding van Allah. Dan een volgende excuus. De tijd is nog niet gekomen, ik ben nog te jong om hijab te dragen. Dit is een excuus dat aangeeft dat jong zijn voor jou vrijheid betekent. Je bent maar één keer jong en dat moet je ongeremd kunnen beleven. En die hijab, zeg je, dat remt mij af. Beste zuster, dat is net de bedoeling. Die hijab is er om je weg te houden van haram. Weg te houden van de sis-challenges. Weg te houden van het mixen met jongens. En een ander excuus. Ik ben bang dat ik door het dragen van islamitische kledij bestempeld zal worden als behorende tot een bepaalde groep. En ik hou er niet van om partij te kiezen. Wat een politiek correct excuus is dat nu weer. Jij gebruikt wat de media ons allemaal voorliegt, om het niet dragen van de hijab te verantwoorden. En je wil geen partij kiezen, beste zuster. Dus jij wil van twee walletjes eten. Een ander excuus. Geloof is iets privé. Dat hoef je niet aan iedereen op straat te tonen. Dit is een uitspraak die overgenomen is van degene die het christelijke leven wilde verlaten. Zij gebruikt onder andere ook dit excuus. Maar Allah zegt net dat wij als vrouwen dienen herkend te worden op straat. Als moslima's, als respectabele vrouwen. En islam is niet privé. Is niet privé. Wij zijn een umma die als voorbeeld dient voor de hele mensheid. En nog een andere denkwijze die sommigen overnemen van de gelovigen is het volgende excuus. Je moet laten zien wat je te bieden hebt. Subhanallah. Dit is een zin die heel vaak wordt gebruikt. De mannen zonder schaamte geven punten op straat aan de vrouwen zonder schaamte die veel punten willen behalen. Hoe diep ben jij gezakt? Hoe onwetend ben je over je eigen waarde? O broeder, o zuster. O broeder, o zuster. Als iemand zichzelf moslim wil noemen, dan dient hij aan minstens twee voorwaarden te voldoen. Ten eerste, la ilaha illallah. En aan de tweede dat Mohammed Rasulullah is, de boodschapper van Allah, zijn dienaar. Nu is er nog een derde voorwaarde waar je moet aan voldoen als je als gelovige beschouwd wilt worden. Je moet je geloof praktiseren. Met je hart,
met je tong, maar ook met je ledematen. Dat wil zeggen, uiterlijk te zien. In Surah An-Nisa, ayat 115, zegt Allah: en wie in tegenstrijd is met de boodschapper, nadat de leiding duidelijk is geworden voor hem, en een andere weg volgt dan de weg van de gelovigen, wij laten hem volgen wat hij gekozen heeft. Wij laten hem volgen wat hij gekozen heeft. En we zullen hem in de hel doen branden. En wat een slechte bestemming is dat. En Allah vraagt ons om el islam in haar volledigheid binnen te gaan. Niet enkel datgene eruit te nemen wat jou bevalt. Dus het zijn allemaal excuses. Maar er is één uitzondering, beste broeders en zusters. De bekeerling. De bekeerlingen, en ik ben gewend om met bekeerlingen te werken. Bekeerlingen die de intentie hebben om de hijab te dragen, mashallah. Die gebruiken geen excuses, maar zij geven soms wel een reden. Zij durven nog niet met hijab de straat op, want ze zijn bang van de mensen. En ze zijn ook een beetje daar beschaamd over, omdat ze bang zijn, ja, wie ga ik tegenkomen? Misschien ga ik iemand tegenkomen die ik ken, een vriendin of een familielid, en die weten niet dat ik bekeerd ben. Of ze durven het nog niet omwille van hun ouders die nog van niks op de hoogte zijn. En dit is menselijk. Maar ik zie uit mijn ervaring dat deze zaken van korte duur zijn en dat die zusters daarna heel gemakkelijk en met veel vreugde de hijab dragen. En ik heb een tip aan bekeerlingen. Het is maar gewoon een tip, een kleine suggestie. Vraag aan andere vrome zusters, praktiserende zusters, om samen die hijab aan te doen en samen de straat op te gaan. In een winkel te stappen bijvoorbeeld en iets te kopen. En je hebt die hijab aan en doet dat samen. Dat gaat gemakkelijk, dat heb ik al ondervonden bij andere bekeerlingen. En zeg bismillah voor je vertrekt en als je ergens binnenstapt. O zuster, als je net moslima bent geworden, dan zullen je angsten met hulp van Allah stilaan verdwijnen. Naarmate jij wat meer zelfvertrouwen krijgt, zal jij de hijab beginnen dragen, dat zie ik dagelijks. Beste zuster, hijab dragen vraagt inzet, geloof en vertrouwen in Allah. Maar het vraagt ook steun van de familie en de vrienden. Het vraagt steun van de gehele umma. Ook van de familie van de zuster die hijab wil beginnen dragen, dat zij beschermd wordt en naar plaatsen gebracht wordt en dat zij vergezeld wordt en dat men daar niet lui in is. En zo van, moet je echt naar buiten? Subhanallah. Maar degenen die die hijab niet dragen, omwille van hun overtuigingen, gebruiken allerlei excuses die ze aanpassen aan degene die voor hen staat. En hun grootste beweegreden is het behagen van de niet-moslims en het behagen van de broeders die zelf de islamitische voorschriften aan hun laars lappen. Deze broeders vind je zonder baard, met spannende kledij en verwijfde kapsels. En ze lopen met een attitude. En zij gluren naar de vrouwen. Deze broeders volgen de hijab ook niet correct. En zij willen de niet-moslimmeisjes, die gewillig zijn, die niet beschermd worden, behagen. Subhanallah. Maar vat dit alsjeblieft niet letterlijk op. De shaitaan, de vervloekte shaitaan, staat naast ons met een groot boek vol excuses. Voor elke zonde die wij begaan, voor elke tekortkoming, voor elke keer dat wij weigeren om gehoorzaam te zijn aan Allah, vindt hij voor ons wel een excuus in zijn grote boek dat wij kunnen gebruiken om ons gedrag mee goed te praten. Excuses. Beste zuster, mijn zuster, degene die geen hijab willen dragen, die overtuiging hebben, zal ik zelf nooit kunnen overtuigen om het wel te doen. Het is tussen hen en Allah Azawajal. Maar de zuster, die graag gehoorzaam is, die haar best doet, die verder wil gaan dan waar zij nu staat, die rust wenst, die de tevredenheid van Allah belangrijker vindt dan het behagen van niet-moslims, van niet-gelovigen en lustige wolven, die vraag ik om even stil te staan bij de hijab. Om erover te reflecteren. Om er kennis over op te doen bij de geleerden met de juiste akida. O zuster van mij, ik hou van jou omwille van Allah. Jij bent uniek.
Er is niemand zoals jij. Dus vergelijk je niet met anderen en denk niet dat jij iets te tonen hebt dat anderen moeten zien. O zuster van mij, laat je hart spreken. Benader dit onderwerp met je hart, met nederigheid en beredeneer het niet kapot en zoek niet steeds achter excuses. Jouw allergrootste betrachting in jouw leven van alle dag moet zijn de tevredenheid van Allah verkrijgen. Niet alleen aan jezelf denken, maar aan de gehele umma waar jij toe behoort. Je niet aanpassen aan de zienswijze van de niet-moslims, maar te denken aan de umma. De umma van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, een umma die als voorbeeld dient voor de gehele mensheid. Beste zuster, beste broeder, besluit nog vandaag om er werk van te maken. Hoe nieuw of hoe moeilijk jij het ook vindt. Ben je net bekeerd? Ben je iemand die al lang niet meer praktiseert? Of ben je iemand die een liberale opvoeding heeft gekregen? Het maakt niet uit. Besluit nog vandaag om in actie te schieten. Neem je hijab uit de kast en leg die ergens gebruiksklaar. Vanaf nu ga je de straat op met hijab, losse en lange kledij. Wees zelfverzekerd, heb zelfrespect, heb eigenwaarde, laat je niet meer keuren of afkeuren en laat die lustige blikken je aura niet meer bevuilen. Wees blij en vol vertrouwen dat jij een moslim bent, dat jij een moslima bent, dat jij een vrouw bent, een dienares van Allah Azawajal, de meest verhevene, de glorieuze, de majestueuze. En ga zitten bij de vrome zusters, ga zitten bij de praktiserende broeders, die ook hijab dragen. Dus de zusters bij de zusters, de broeders bij de broeders. En blijf weg. En blijf weg van degenen die je meesleuren in hun beperkende overtuigingen van liberalisme, modernisme, rationalisme. Die je doen twijfelen aan de zuiverheid van Allah, van islam, subhanallah. Vanaf nu ga jij de hijab dragen. Omwille van Allah. En ter bevordering van het welzijn en de rust in onze umma. Als steun voor alle andere zusters. En als steun voor de broeders die zedig willen blijven en naar het huwelijk verlangen. O zuster, besef dat dit niet alleen om jou gaat, maar om de gehele umma. Laat je hart spreken en beslis nog vandaag om de hijab heel de maand van Ramadan te dragen. Als training, als oefening, zodat jij een mooie, mooie gewoonte opbouwt, die je dan kan voortzetten voor de rest van het jaar. Vanaf nu, wacht geen dag langer, stel het niet meer uit, weg met de excuses en pas je levensstijl, je vriendenkring en je werk aan de wetten van el-islam. Verander dus noods van werk, verander dus noods van vrienden. Doe moeite, neem actie. Laat hijab deel zijn van je geloof en van je persoonlijkheid. Wees niet beschaamd om moslim te zijn, om een gelovige te zijn, om een praktiserende te zijn, om iemand te zijn die graag gehoorzaam wil zijn, om iemand te zijn die hijab draagt, elke dag en in alle omstandigheden. Beslis nog vandaag om aan deze training te beginnen en vraag hierbij de hulp aan Allah Azawajal. Want zonder zijn hulp kunnen wij niks en met zijn hulp kunnen wij alles. Train jezelf vanaf vandaag om de hijab te gaan dragen, overal en bij elke gelegenheid. Kan je het niet vanwege je werk, draag dan op zijn minst de hijab buiten je werk en zoek ander werk desnoods. En je kan ondertussen het volgende wel doen op je werk. Stoppen met die spannende kledij te dragen. Geen lange broeken, maar lange rokken. Losse en lange truitjes dragen. En doe je haar vast, subhanallah. En doe een sjaal rond je nek enzovoort. Als jij wil behoren tot de oprechten. En Allah weet het best. Mogen deze video, deze kleine reminder, ons aanzetten tot het dragen van de volledige hijab. Hoofddoek, lange losse kledij, de blik naar beneden. En ook voor de broeders. De broeders dienen losse kledij te dragen, een baard te dragen en hun blik naar beneden te houden. En niet met een attitude over straat te lopen.
een gangsterattitude, subhanallah. En laten zij de vrouwen met rust laten. Laten zij de vrouwen met rust laten. En Allah, Azza wa Jal, zegt in El Koran 24:30, zegt tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dit is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En het telkens en het telkens en het telkens om vergeving vragen aan Allah, Azza wa Jal, de meest vergevingsvolle. Mogen wij, broeders en zusters, en ikzelf ook, enkel die kledij dragen die Allah behaagt. En de volledige hijab naleven. Mogen Allah ons leiden en ons vergeven en onze Ramadan accepteren. Beste broeders en zusters, ik hoop jullie weer te zien in mijn volgende episode van deze Ramadan-serie, inshallah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.